Wie wil er nou niet werken aan het Hof van de Koning? Je kan bijvoorbeeld nar worden. En dan mag je iedereen beledigen. Hertog Floris is een hele domme man. Er is niets dat Hertog Floris malen kan. Ja, zeg. Nou ja, zeg. Hé, hey, Hertog Floris, er zit wat op je vest. Huh? En je mag de koning de waarheid zeggen, als enige. Zeg, uw haar zit heel stom. En u stinkt enorm uit uw mond. En iedereen lacht u achter uw gezicht uit. Omdat u zo onzeker bent. Ja, niemand durft het te zeggen. Dus zeg ik het maar. Oh, dank je, nar. Als ik jou toch niet had. Maar je kan ook voorproeven worden. Dan proef je alles voor wat de koning te eten krijgt. Oh, dat is fazant, hè, zo te zien. Ja, is prima. Lekker. Is goed. Lekker ook, ja. Ja, dat is de pauw. Dat zie je meteen natuurlijk. Ben ik ook gek op. Ja, is niks mis mee. Lekker. Oké. Om te kijken of er geen gif in zit. Kip. Nou, dat vind ik ook heerlijk. Ik zeg altijd maar zo, kip. Het meest veelzijdig. Oeh. Oh nee, die kip was vergiftigd. Goed, maar dan heb je wel je hele leven lekker gegeten. Hendrik de Achtste had zelfs zijn eigen billen vegen. Zeg me goed af. Ja hoor, majesteit. Oh, wacht even. Er komt nog wat. Oh ja, oh, ik heb het te pakken hoor. Ja. Jou kan ik vertrouwen. Jij kent mij van binnen en van buiten. Nou, majesteit, vooral van binnen. Ik geef jou een kasteel en een adellijke titel. Goed? Dank u wel, majesteit. De koninklijke afvegen. Een topbaan. Via de play. Naar de top. Wat doe jij, Woede? Ik word wel voorproeven van de kool. Trui, je hebt me vergiftigd. Ah.